Het duurde een tijd dat we in het water waren en toen we eruit kwamen, riepen we: help, help, haaien! En Adriaan schreef ook graag over zijn been en een van de verhalen over zijn been weet ik u niet onthouden. Het staat in de groeten uit Den Haag, dat is inderdaad het collectief waar ik deel van mocht uitmaken. Er zijn, de boek is verschenen in een oplage van zo'n 600 exemplaren. En dat was in 1999. Er staan thans nog 500 bij mij op zolder. Op een dag drink je geen bier meer. Sindsdien ga ik alleen nog maar naar de kroeg als er iets bijzonders te beleven valt. Vroeger hield de tap me dan tot sluitingstijd vast, maar tegenwoordig ga ik weer pleiten als het programma afgelopen is. Dus toen de laatste tonen van de band waren weggestorven, vroeg ik me tussen het volk door naar de uitgang. Het was een klus, want het was stervensdruk. Halverwege de bar werd ik staande gehouden door een student die koos het dronkenlab. Hij zat wat te wankelen op zijn kruk. Wat heb jij aan je been, kerel? Vroeg hij. Het verbaasde mij dat hij gezien had dat er iets aan de hand was. Iedereen bewoog zich als een revalidatiepatiënt door de massa. Ik heb er maar één, zei ik botweg. Subtieler wilde ik het niet brengen en ach, waarschijnlijk bracht alleen de kreet de laatste ronde hem nog van zijn apropos. Ben jij soms lid van OEMF? Boerde hij onverstaanbaar. Lid van wat? Vroeg ik. Uit het gelal dat volgde maakte ik op dat hij een of andere Japanse secte bedoelde. De leden bleken ritueel de pink af te hakken. Ik grinnikte me wat. Ik ben vaak zo godvergeten vriendelijk. Omdat hij me niet meteen wilde laten gaan, verklapte ik hem de echte oorzaak van mijn beenamputatie. Luister goed, schouderkabouter, want ik vertel het je maar één keer. Een dikke 20 jaar geleden heb ik stom gestunt met oud en nieuw. Om een voorstelling te maken van de oudejaarsviering van een voetschilder heb ik geprobeerd een strijker met de voet weg te werpen. Kijk eens, mama, zonder handjes. Mijn fout was dat ik niet even heb gecontroleerd hoe bewegelijk mijn duim en wijsteen zijn. Daar had ik die strijker namelijk tussen geklemd. Je begrijpt, ik streek hem aan, maar weggooien lukte niet. Klaboem, au, pijpu, dat waren de geluiden die volgden. Zijn wazige blik leerde me dat hij de zinnen met moeite opnam en ze onderweg door elkaar wisselde. Het was ook lullig van me dat ik enkele 4 of 5 lettergrepige woorden had gebruikt. Schouderkabouter, oudejaarsviering. Enthousiast ging ik door. Je zou mijn broer moeten zien. Die heeft geprobeerd een mondschilder na te doen. Natuurlijk zijn hij en ik ook dit jaar weer gevraagd voor de vuurwerkcampagne van Sieren. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Maar ik heb er persoonlijk nogal bezwaar tegen om in mijn onderbroek op de tv te komen. Om die beentjes te showen. Voor zo'n pose zijn er andere programma's. Bij de commerciële en die betalen veel beter. Het was te ingewikkeld. Hij liet me gaan. Vooral later op de avond in de benevelde en geladen atmosfeer van een kroeg zijn de reacties op mijn handicap vaak hopeloos.